Vorige maand waren we met een groepje GroenLinksers in Berlijn. Want in Berlijn is het ook wooncrisis. En eigenlijk is de situatie in Berlijn best wel te vergelijken met die in Nederland. Misschien is het soms wel erger. In sommige wijken zijn de huren in 10 jaar tijd verdubbeld. Als je weet dat de helft van de inwoners van Berlijn een laag inkomen heeft, dus eigenlijk die hoge huren echt niet kan betalen, dan is het logisch dat je daar een overheid hebt die zegt tot hier en niet verder. En daarmee houdt eigenlijk de vergelijking tussen Berlijn en Nederland op. Want waar in Berlijn een overheid is die zegt, de markt is het probleem en wij gaan als samenleving de grip weer terugpakken, hebben wij hier helaas nog steeds een overheid die heilig gelooft in de markt. Dat de markt de wooncrisis gaat oplossen. En voorzitter, het gevolg van dat beleid zien we nu, na 3 jaar dit kabinet. De problemen op de woningmarkt, de problemen qua volkshuisvesting, zijn nog nooit zo groot geweest. En het is zelfs zo erg dat er op dit moment een echte woonkloof is tussen mensen die nog op tijd een huis hebben gekocht of gehuurd en mensen die dat eigenlijk gewoon niet meer kunnen. En hoe komt dat dan, dat mensen dat niet kunnen? Dat komt omdat we ongelooflijk veel sociale huurwoningen verkocht hebben, omdat we inkomensgrenzen verlaagd hebben. Dus je kan eigenlijk, als je net wat meer verdient, niet meer in een sociale huurwoning terecht. Een huis kopen is helaas ook voor heel veel mensen niet mogelijk. Want je moet eigen geld meenemen voortaan. Dat hebben veel, vooral starters hebben dat helemaal niet. En de huizenprijzen zijn zo hoog dat je ook met een normaal salaris het gewoon eigenlijk niet meer kan betalen. Dus iedereen is overgeleverd aan de particuliere huursector die volledig vrij is, met als gevolg dat mensen die huren in de particuliere huursector 42% van hun inkomsten kwijt zijn aan woonlasten. 42%, voorzitter. Dat kunnen wij als land toch niet accepteren. En dan gisteren, ten voorbereiding op dit debat, komt er een Kamerbrief. Ik ga hem meteen lezen, want de titel was heel veelbelovend. En uiteindelijk staat er weer niks. Er staat niks behalve praten, onderzoeken doen, maar niks waardoor er echt iets gaat gebeuren om wonen weer betaalbaar te maken. En dat vind ik echt slecht, voorzitter. Dat vind ik heel erg jammer. En daarom zal ik nu 3 voorstellen presenteren om ervoor te zorgen dat wonen weer voor iedereen betaalbaar is. We beginnen met die particuliere huursector, omdat dat eigenlijk op dit moment het grootste probleem is. Waarom vinden wij het normaal dat tot 720 euro de overheid de prijzen bepaalt via het woonwaarderingsstelsel en dat daarboven je mag vragen wat de gek ervoor geeft? Waarom niet gewoon dat systeem van dat woonwaarderingsstelsel doortrekken tot het maximaal aantal punten wat er gewoon al in zit, dat is gewoon een politieke keus, en alle woningen tot 1300 euro gaan reguleren? Dat is toch veel eerlijker, voorzitter en minister. Zou de minister daarop kunnen reageren? En als de minister zegt, dat gaat me eigenlijk net te ver, dat wil de heer Koerhuis niet, voer dan in ieder geval die noodknop in. Die heeft u 2 jaar geleden zelf als kabinet voorgesteld. Volgens mij wil de heer Koerhuis het ook niet, dus ik weet niet waar die gebleven is. Voer die noodknop in. Zorg dat huren niet al te hard stijgen. Dat is toch het minste wat we kunnen doen. Tweede punt, voorzitter, gaat over woningbouwcorporaties. In Duitsland zijn ze best wel jaloers, en ik denk ook in veel andere landen, op onze woningbouwcorporaties. Dat je gewoon grote maatschappelijke organisaties hebt die gewoon betaalbare huizen verhuren, die daar goed voor zorgen, die zorgen dat onze wijken leefbaar blijven. Dat is echt wel een verworvenheid, dat realiseren wij ons misschien in Nederland te weinig, waar we echt trots op mogen zijn. Maar wat zien we, wat al decennia lang kabinetsbeleid is, er komen steeds minder sociale huurwoningen. En de mensen die in die sociale huurwoningen wonen, dat is eigenlijk een steeds eentonigere groep van de bevolking. 1990, 30 jaar geleden, maar 12% van de huurders in een sociale huurwoning was eigenlijk arm of had weinig te besteden. Inmiddels is dat meer dan de helft in 30 jaar tijd. Dat is gewoon politieke keuzes.
Dus ik vraag de minister, bent u bereid om woningbouwcoöperaties weer veel meer ruimte te geven? Om te zorgen dat die verhuurdersheffing, dat die wordt omgezet in een investeringsplicht. Dat gaat waarschijnlijk zo ingewikkeld, volgende kabinetsperiode, onderzoek. Okay, bent u dan bereid om in ieder geval ervoor te gaan zorgen dat woningbouwcoöperaties ook weer in dat middensegment kunnen gaan bouwen? Dat die markttoets, waar volgens mij iedereen behalve de heer Koerhuis fel tegen is, dat die ook gewoon van tafel gaat. En dan mijn laatste punt, dat gaat over de koop. Is het niet veel logischer om alle nieuwe woningen die gebouwd worden, om dat alleen maar voor gewoon mensen die er gaan wonen? Want op dit moment moet je als starter op de woningmarkt gewoon gaan concurreren met speculanten, met huisjesmelkers. Je gaat dat nooit winnen. Is het niet veel logischer om te kiezen voor een woonplicht? En dan gaat het kabinet weer zeggen, heel heftig, en dat gaan de beide heren aan de interruptiemicrofoon ook zeggen. Bent u dan in ieder geval bereid om de overdrachtsbelasting aan te passen? Voor starters naar nul en voor speculanten veel hoger. Daar is volgens mij iedereen voor. Misschien de heer Koerhuis niet, maar het stond wel dat het ging gebeuren. Waarom gebeurt dat niet?